Hallo, mijn naam is Vanessa Engelhardt en ik ben eigenaar van Equip Consultancy. Vanuit een passie voor mijn vak en als spelletjesfanaat heb ik Ctrl-A, het ICT-rollenspel, bedacht. Dit spel is bedoeld om jonge kinderen, maar vooral ook meisjes, te interesseren voor een studie en een carrière in de ICT of techniek. Veel materiaal is toch niet goed voor de milieu? Nee, nee, niet. Ja, maar het was van wat voor materiaal, hè? Hij is niet zo technologisch, dus ik denk beter de afwerking. Anders, als hij dit helemaal in de kamer zet, dan is hij lang mee bezig, want hij is niet zo goed in technologie. Ik zou voor deze gaan. Alleen betaalbaar voor mensen met een flinke portemonnee. Dat is niet hij houdt toch wel goedkoop en hij houdt niet van tech. Dus. Nee. En het is hartstikke duur. Dus ja, nul, uitgekomen. Yes. Ja, okay. Dus wie stemt daar? Ja. Dus jij alle drie? Ja. Oh, zes. Daviel het kwartje. Oh, Daviel weer een kwartje. Wat mij betreft een echte aanrader. Ik hoorde van het spel. Ik zag het staan en nou, dat weet ik niet. Maar je moet het gewoon zien gebeuren. Leuk. Ik werd als vrouwelijk rolmodel heel vaak gevraagd om gastlessen te geven om jonge meisjes. Want daar begon het mee te interesseren voor techniek. En heel vaak hoorde ik van de docenten, ja, we vinden het zo lastig om uit te leggen. We zijn verplicht om iets met techniek te doen. En nou, dan hebben we voor een paar duizend euro een techniekdag. En de rest van het jaar ja, zitten we een beetje met onze handen in het haar. Nou, toen dacht ik als spelletjesfanaat, ik ga een spel creëren, een bordspel. Wat gebaseerd is op projectmanagement, maar met een IT-component. Dus die kinderen moeten met z'n achten een ICT-product bouwen. En dat doen ze tegen een andere groep en daar strijden ze tegen om zoveel mogelijk klanten te verdienen door het bouwen van het product en om dat zoveel mogelijk naar de wensen van hun klanten te doen. Wie van jullie zou nu iets willen doen met techniek? Ik zou dat wel iets in de techniek willen. Ja, nee. Dat is toch al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dat is in ieder geval al meer dan in de techniek. En 2 meiden. We zijn samen al 2 jaar lang, denk ik, heel erg druk om techniek in het onderwijs meer op de kaart te krijgen. Dit soort initiatieven helpen daar gewoon bij. Het gaat niet alleen maar over techniek in de zin van vieze handen, maar denk ook na in de zorg. Je zag ook de meiden ineens kijken van, huh? Serieus, is dat er dan ook? Wat ik heel leuk vind om te zien, is dat eigenlijk de hele tafel met elkaar samenspeelt om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Heel leuk om te zien de verschillende rollen die iedereen aanneemt en dat iedereen dan helemaal opleeft in zo'n rol. En ik denk zeker ook qua JetNet-activiteit dat dit wel iets is wat past. Het viel me gelukkig ook op dat het spel dermate interessant was dat jullie geen last hadden van ons, de toeschouwers. Heel goed om te zien dat nou, binnen een ronde zit iedereen helemaal in zijn rol en heeft het spel te pakken en gaat ervoor. Wat hier duidelijk naar voren komt is dat een product niet op zichzelf staat. Maar dat er echt veel meer mensen nodig zijn om een product tot een succes te maken. Het zijn alle elementjes bij elkaar die dan eigenlijk een totaal opleveren. En dat vind ik wel heel, heel snel, heel vattend prachtig. Dat is heel mooi. Ja, dat is erg leuk. Leerlingen waren ook erg enthousiast en gegrepen, dus ik zie wel een rol hier van onze school.